Als we de chocolade wensen te kleuren, gaan we deze smelten op 45 graden. We kiezen uit de praktische waaier de Color Master onze kleur. Ik kies voor Fuchsia 6C. De Color Master vertelt mij dat ik 2 bloemetjes moet toevoegen aan 400 grammen witte chocolade. We kunnen even kijken en zien dat de bloemetjes aan het afsmelten zijn. Na een 3 à 5 minuten kunnen we de massa omroeren tot een homogene kleur. Deze massa kan nu gebruikt worden voor het inkleuren van holfiguren, pralines, chocoladedecoraties of chocoladetabletten. Er moet steeds rekening gehouden worden met de concentratie van de kleurstoffen. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij graag naar de website www.ibcpowerflowers.com.